50% van de KMO's heeft geen of een slecht arbeidsreglement. En innovatie is broodnodig voor Limburg, getuigen Bruno Krekels en Ingrid Liete. Welkom bij Limburg at Work. Procent van de Limburgse KMO's heeft geen of een verouderd arbeidsreglement. Bovendien heeft nog eens 50% van de bedrijven ook geen afspraken rond gsm, internet of bedrijfswagens. Deze opvallende cijfers komen uit een onderzoek van SD Works. Elke firma is eigenlijk verplicht om een arbeidsreglement te hebben. En toch moeten wij in de praktijk nog steeds vaststellen dat er heel wat firma's zijn waar we bezoek gaan en waar we vragen achter het arbeidsreglement dat men ofwel er geen heeft, ofwel een heel oud heeft, of eentje naar boven tovert wat standaard geplukt is van het net, wat helemaal niet op maat van de firma gemaakt is en ook helemaal niet de wettelijke procedure toegepast van uithanging, waardoor het arbeidsreglement ook geen enkele waarde heeft. Goede afspraken zijn nochtans broodnodig, getuigt ook Olivier Donk van GECO in Houthalen. In de loop der jaren hebben we onze procedures aangepast en aantal zaken in voegen gebracht, gelijk bijvoorbeeld gsm-gebruik of rookpolitie of laptop op het werk en zo van die zaken. Dus we hebben een heleboel van die zaken in voegen gebracht, meer als dus proactiviteit, dus proactief naar onze werknemers toe, in plaats van dus repressief. De reden waarom het op papier moet staan is omwille van sociaal-juridische redenen. Het is belangrijk om dergelijke regels duidelijk op papier te hebben om ook achteraf te kunnen sanctioneren naar de mensen toe en afdwingbaar te maken. Koen. Koen, luister. Koen, er staat iemand klaar op de grote markt. Kunt je die gaan oppikken? Oké, begrepen. Ik ben onderweg. Oké. In sommige sectoren zijn specifieke afspraken nodig, zoals bij de Hasseltse taximaatschappij. We hadden een specifiek probleem van alcohol in ons bedrijf en we wilden dat elimineren. We hebben dan SD daarover gecontacteerd voor dat te laten opnemen in ons arbeidsreglement. En zij hebben ons daar heel goed in gesteund. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Praktisch staat erin dus dat wij de chauffeur die de dienst aanvat kunnen laten blazen. We hebben daarvoor een toestel aangekocht en dat is in samenspraak met SD Works en onze medische controle IDW is dat afgeleid. We hebben veel contracten voor bedrijven en die zitten praktisch heel veel op de luchthaven Zaventem, Charleroi. En hier binnen de stad hebben we de kleine verplaatsingen van de oudere mensen. We hadden al een aantal zaken staan in het reglement, zoals we willen dat onze chauffeurs een goede huisvader zijn voor het voertuig. Dus het voertuig netjes behandelen en ook netjes achterlaten. De verkeersboetes zijn ten hunne laste. En wie zich daar niet aan houdt, die kan vanaf heden dan sancties ook verwachten. Alsjeblieft, de grote markt. Dank u wel. Ook bij WFM People in Hasselt zijn de arbeidscontracten en de bijhorende policies onlangs bijgewerkt. Aan het arbeidsreglement en alcohol- en drugsbeleid, de uurroosters hebben we gedetailleerd en de overtredingen hebben we gedetailleerd. Bovendien hebben jullie een aantal policies toegevoegd. Klopt, we hebben een carpolicy ingevoerd, een gsm en een internetpolicy. Wat houdt dat concreet in? Dat de rechten en plichten bekend worden gemaakt naar de werknemers toe, dat er concrete afspraken worden gemaakt over wat kan en wat niet getolereerd wordt binnen de organisatie. Bij het arbeidsreglement horen dus duidelijke afspraken rond gsm en internetgebruik. Je hebt inderdaad de e-mail internet policy, die op dit moment ook zeer veel gevraagd wordt en opgemaakt wordt. Enerzijds om de spelregels duidelijk vast te leggen van hoe mag het internet gebruikt worden. Stel dat u dat niet doet, dan zit u uiteraard met de situatie dat er mensen niet productief bezig zijn. Dus daar de duidelijke spelregels mee vastleggen en ook weer afdwingbaar maken via het arbeidsreglement. Ook rond het gebruik van bedrijfswagens moeten goede afspraken gemaakt worden. Wagenpolicy is ook belangrijk om eentje te maken om de spelregels vast te leggen van wat met boetes, als er boetes opgelopen worden, wat met de franchise van de wagen, wat wanneer iemand in ouderschapsverlof of tijdskrediet vertrekt, mag u dan de wagen terugnemen al of niet. Als u niets bepaalt, heeft u achteraf niets te zeggen. En wie geen goede afspraken maakt, kan in een lastig parket komen bij eventuele inspecties.
De gevolgen van het feit dat men geen arbeidsreglement heeft, zijn enerzijds dat men principieel een sanctie zou kunnen krijgen als er een inspectiecontrole is. Nu, natuurlijk, de inspecteurs gaan niet zo streng zijn in eerste instantie, maar dan wordt er wel gevraagd binnen een bepaalde termijn u in orde te stellen om het arbeidsreglement wel wettelijk in te voeren. Voor inzake gsm en internetgebruik is het zeker belangrijk voor de KMO om policies op te maken, omdat het tegenwoordig al zo ver gaat dat inspectiediensten vragen om bewijs aan te tonen voor de werkgever. Zo niet bestaat het risico dat er een belastbaar voordeel voor de werknemer zal moeten geboekt worden 3 jaar terug. Goede afspraken maken goede vrienden. Een spreekwoord dat ook in 2012 brandend actueel blijft.